Goedemiddag iedereen. Ik denk dat we gewoon een beetje informeel gaan spreken en elkaar aanvullen. Dus ik zit hier niet echt. Het is ergens zwevend tussen moderator en deelnemer aan het gesprek. Ik heb natuurlijk allerlei vragen die ik zou willen stellen. Maar iets dat mij altijd gefascineerd heeft, en daar wil ik misschien Jacques nog wat meer over horen. En misschien kan Geert dan ook aanvullen, want ik weet dat eigenlijk ook niet van Geert. Namelijk de volgende vraag. De bekering zelf, dus het moment dat je eigenlijk beseft dat je bent beetgenomen, zoveel jaar lang, door Jacques Schotte, door Lacan zelf. Fantastisch dat je die trouwens ook ontmoet hebt. Heb je hem gesproken toen in Leuven of gewoon geluisterd? Ja, meegegeten zelfs. Ja. Wacht, ik ben, mijn vraag is nu al, daar kom ik meteen toe. Het diner met Lacan. Ik heb uit uw lezing begrepen, en ik ken natuurlijk ook een beetje jouw achtergrond, dat je zelf destijds wel heel hard overtuigd was van de psychoanalyse. En nu heb je vooral verwezen naar het boek van Henri Ellenberger uit 1970. Dat is dus blijkbaar al belangrijk geweest in de bekering, maar moet ik mij dat dan voorstellen als een abrupte bekering? Of is dat een beetje zoals bij religie, dat je dan eerst een heel gematigde gelovige wordt en steeds verder afdrijft eigenlijk van de doctrine? Kan je een bepaald moment aanwijzen waarop dat je besefte van niet alleen sommige vormen van psychoanalyse zijn schadelijk of verkeerd, maar de psychoanalyse als geheel is eigenlijk een illusie. Dus we gaan de micro een beetje doorgeven. Vandaar, ik heb nu nog een lange vraag gesteld, maar het mag gerust een even lang antwoord zijn. Ja, dus mijn bekering van de psychoanalyse en ook van de godsdienst, dat ging helemaal parallel. Dat heeft toch nogal geduurd. Ik zou zeggen, bijna 10 jaar. Dus ik had het geluk van een beurs te krijgen van de Nederlandse staat. Ja, om dus in Nijmegen 6 maanden te gaan als wetenschappelijke medewerker. Ja. En ja, ik viel daar in een groep klinische psychologen waarvan geen enkel psychoanalyticus was. Ja. Dus er was een die terugkwam van Amerika, van bij Carl Rogers. En er was een ander die ook in Amerika geweest was en in Londen en die deed gedragstherapie. En die kleine bende, er was een stuk of 5, 6 studenten, die hadden geen enkel eerbied meer voor psychoanalyse. Het was in 68, dus het was ook het jaar waar veel zaken veranderden. Hè? Waar men had een zeker plezier om de autoriteiten in vraag te stellen. En, ja, in Leuven-Frans was toen de psychoanalyse de rechte theorie, de echte theorie. Dus ik had ook dan toch wel een beetje het plezier om beginnen om vragen beginnen te stellen. Er waren nog. Het is een heel ingewikkelde zaak, ik ga alles niet vertellen, maar bijvoorbeeld toen ik in Nijmegen kwam, vroeg de prof daar, wat kun je doen? En ik zei, ja, ik heb mij al goed gespecialiseerd in de Rorschach en ook in een andere test van Zondi. Ach, zeg je dat toch? Ja, er is nu thesis gemaakt. Bij ons over de Zondi-test, die is niet zwaar. Ja, en in Utrecht is er een zekere van Riemsdijk die een heel dik boek geschreven heeft over de Rorschach. Die test die deugt ook niet. Dus het begon heel slecht, dat was de eerste dag. De eerste dag. Ja, dus u kent misschien de theorie van Festinger. Huh? Als je in een groep komt waar iedereen iets anders denkt, ja, dan moet je toch vragen stellen over je eigen denken. Dus ik denk dat ik geen beter verstand heb
dan hun collega's van Leuven die in de psychanalyse gebleven zijn. Ik had alleen maar het voordeel om in Nederland te komen. Ik had een hele goede vriend, een andere collega van Jacques Scotte, we waren met z'n twee. En die ging naar Parijs, naar Vincennes, en die werd helemaal niet psychanalyticus, maar marxist. Dat was een ramp voor Scotte. Want ja, ik keerde mij naar de wetenschappelijke psychologie, de andere naar het marxisme. En Scotte was een analyticus, helemaal van rechts gezien. Dus hij was zeer teleurgesteld. Maar dat heeft dan toch veel tijd genomen. Want ik werd op een moment zeer teleurgesteld door die blabla van Lacan. Huh? Zoals Maarten mij vroeg, heb je Lacan van dichtbij gezien? Ja, ik had toen hij in Leuven kwam, de dag erachter, hij bleef de hele dag bij een kleine groep. En ik had de eer van te eten juist voor hem. Dus ik heb, ik maakte mijn thesis in 72 dus, over agressiviteit in de psychoanalyse. En Scott had mij gezegd, ja, stelt enkele vragen aan Lacan over je toekomende thesis. En ik vroeg aan de meester, ja, heb je nieuwe ideeën? En hij begon te praten en ik begreep praktisch niets. En Schotte ook niet, de mensen rond mij, het was heel vreemd. En dan is er nog een andere anekdote waarmee ik ga eindigen, want het is toch een lang verhaal. Dus Lacan in een interview op televisie eindigt zijn interview met twee zinnen die ik goed van buiten geleerd heb. Hij zegt, l'interprétation doit être prête pour satisfaire à l'entreprise, car ce qui dure ne parie que du père au pire. En ja, je kunt het niet gemakkelijk zo begrijpen. En dus mijn collega's die steden twee avonden om die zinnen te begrijpen. Nu was er een van die analytici, die in controle bij Lacan was, die dus naar Parijs ging. En hij vroeg aan de meester, ja, wat eigenlijk betekent het? Want er waren een heleboel betekenissen gevonden. En Lacan zegt, j'ai dit ça pour les assonances, omdat het goed klonk. In feite, het had geen betekenis. Dus ze hadden daar twee avonden over nagedacht en betekenissen gevonden. En Lacan had zomaar met woorden gespeeld. En dus vanaf die moment zei ik me, ja, er zijn misschien nogal andere teksten waar dat het niets betekent. En de vraag van die Lacanianen, dat is altijd, wat betekent het nu feitelijk? En dus gaan discussiëren, ruzie maken soms, maar soms betekent het niets. Hè? Ja, en dus op een dag had ik er genoeg van. Ik vond dat het ook zeer hetzelfde was als de godsdienst. Hè? Bijvoorbeeld het mythus van Adam en Eva. Hè? Dan zegt men, ja, maar je moet het niet juist begrijpen zoals het daar in de Bijbel staat. Het is een metafoor, een beeld. Ja, maar het is niet zo dat ik het geleerd heb toen ik catechismus volgde. En dus voor de psychanalyse was het ongeveer hetzelfde. En dus vooral, ik eindig daarmee, ik had dus toch gezien in Nijmegen hoe men gedragstherapie deed. Voor fobieën, enkel voor fobieën. Dus Aad Burger, die mij dat... Hij me liet komen gedurende de sessies van gedragstherapieën. En ik heb dus mensen gezien die bang waren voor duiven, voor liften enzovoort. En ja, die waren daar vanaf. En dan gingen ze beter. Want in de theorie van Freud, als je die symptomen wegneemt, ja, dan is er meer spanning in het systeem en dan gaat het slechter. Maar dat was absoluut niet het geval. Dus ik had dus ook de indruk dat tenminste voor de fobieën
er iets beter was dan psychoanalyse enzovoort. Zo op een dag, ja, dan ineens, hap, veegt het alles weg. Dank u wel. Ik, ja, heel fascinerend bekeringsverhaal. Ik ga misschien heel kort mijn eigen achtergrond geven en dan is het aan Geert. Ik ben wel benieuwd of Geert zelf zo'n bekering heeft meegemaakt. Ik heb ooit wel oprecht in homeopathie geloofd, bijvoorbeeld. Omdat mijn ouders mij daarmee hebben opgevoed. Dus daar heb ik wel een bekeringsmoment meegemaakt. Hetzelfde met katholiek geloof. Psychoanalyse, denk ik wel. Er is een periode geweest, Johan Braakman zal er ook meer over weten, dat er een soort van misschien kortstondige toenadering was tussen zo de sociobiologie aan de ene kant en de psychoanalyse. Omdat dat allemaal te maken had met seksualiteit en biologische driften enzovoort. En toen was ik daar wel een beetje ontvankelijk voor. Maar Jacques Lacan bijvoorbeeld, daar heb ik helemaal nooit... Dus dat herinner ik me heel goed, Télévision, waar Jacques daarnet over sprak. Dat was mijn eerste aanraking met Jacques Lacan. Dat was ergens in 2004, denk ik. Mijn toenmalige vriendin die studeerde moraalwetenschappen, of moraalfilosofie, in Gent aan onze universiteit. En die deed op een bepaald moment, ja, die klaagde over het feit dat ze moest ergens iets leren en ze begreep er helemaal niks van. En het was heel moeilijk en ik dacht, ja goed, het is typisch voor filosofie, er zijn wel meer duistere filosofen. En dat was dus, het ging over een zekere Jacques Lacan en ik was daar gefascineerd. Ik dacht van, ja, toon me dat eens, waar gaat dat eigenlijk over? En dat was dus inderdaad een heel klein boekje, Télévision. Dus een transcriptie van zijn uitspraak daar op televisie, die ik dan achteraf ook heb bekeken. Ja, daar waar hij bijna spreekt op een bezwerende, charismatische manier als een sjamaan, met ongelooflijk lange pauzes ook, maar totaal, totaal onbegrijpelijk. Het is daar dat die twee zinnen staan, hè? Ja, is daar dat de twee, dat is de conclusie, de ja. Twee laatste... In de aflevering, ja, denk dat, is het niet 7 afleveringen of zo? 7 avonden met Jacques Lacan, zoiets? Télévision, heet ja. Het? Ja. Wel, dus zij moesten dus Télévision lezen. En dan was er daar een soort van exegese van Julien Kwakkelbeen, dus psychoanalyticus aan de universiteit. Dat werd gedoseerd door Philippe Gerardijn. En dat was letterlijk inderdaad regel per regel, dat ze daar dan... En dat was elke telkens met in de kantlijn een formule. En dan voor elk woord, voor elke zin, was er dan een hele paragraaf die even onbegrijpelijk was, die het nog veel moeilijker maakte en zo. En ik had daar meteen een echt, echt viscerale afkeer van. Dus Lacan ben ik nog veel erger dan Freud, denk ik. Ben ik nog altijd wel van overtuigd. Freud was een charlatan in de zin dat hij loog en dat hij nooit patiënten heeft genezen. Maar Lacan was echt, denk ik, iemand die ook bewust de boel beloog en bedroog. Dus ja, een echt bekeringsverhaal heb ik niet. Maar ik ben wel benieuwd of dat Geert ooit echt verslingerd is geweest aan Freud of Lacan. Geen van beide. Hoogstens toen ik 12 was, was ik heel gefascineerd door vliegende schotels. Dus ik heb nog wel een tijdje alle boeken over UFO's gelezen. Maar tegen dat ik 17 was of zo, dacht ik, nu heb ik het wel gehad. Maar over Freud. Ik was als bioloog opgeleid, ik had filosofie gedaan. En ik wist dat Freud bestond, maar ik was daar nooit mee bezig geweest. Dat had nooit mijn pad gekruist. Tot ik een recensie las in The Lancet, denk ik, over een boek van Richard Webster. Why Freud Was Wrong. Ik dacht, ja, dat is interessant. Ik was toen wel erg geïnteresseerd in alles wat maar kon gedebunked worden. Dus ik dacht van, Freud kan ook gedebunked worden. Dus ik ging dat boek van Webster lezen en de schellen vielen van mijn ogen. Ik dacht, als ik dit eerder geweten had, dan had ik eerder iets kunnen doen. Dus ik schrijf daar een recensie van. En op vraag daarvan word ik gevraagd op de UIA. Ik had er ooit mijn burgerdienst gedaan op het departement van pedagogie. En ik word gevraagd om daar een gastles te geven over dat onderwerp. In de cursus kennismanagement heette dat toen. Dat was heel modern. Kennismanagement was eigenlijk gewoon wetenschapsfilosofie. En ik begon toen eigenlijk aan de basis van mijn boekje Freud en Darwin op de sofa. Dat was... Want ik dacht van, er zit methodologisch iets goed fout bij die Freud. En toen kwam ook nog een nieuwe vertaling van On the Origin of Species uit in het Nederlands. Dus ik las als bioloog toen voor de eerste keer Darwin in het echt. Dat was ook een openbaring was, want in vergelijking met Freud was dat zeer helder, zeer duidelijk, zeer eenvoudige, inzichtelijke taal.
En dus ik begon parallel die twee met elkaar te vergelijken. En dan, ik laat uiteindelijk in mijn boek de lezer zelf de conclusie trekken, hè, wat het verdikt is. Want alles wat er aan bij Freud fout kan gaan, wetenschappelijk gezien, dat gaat ook fout. Ik bedoel, het is sectarisch, hij bedriegt, hij doet eigenlijk geen onderzoek. Hij laat zich door zijn eigen zijn eigen hypotheses in de luren leggen. En hij speelt uiteindelijk de hoofdrol in zijn eigen film, hè? In zijn eigen scenario, in zijn eigen toneelstuk. En dat moet je hem toegeven. In dat opzicht is hij geniaal natuurlijk, hoe hij dat gedaan heeft om iedereen rond zijn vinger te draaien, om iedereen te misleiden, om zoveel mensen mee te krijgen. Degene die niet past in zijn verhaal eruit te smijten, die zijn dan met al die scholen begonnen, waar we nu nog altijd last van hebben. Dus dat was een heel fascinerend verhaal, wat ik tot nu toe nog altijd een beetje meesleep, omdat dat interessant blijft, de manier waarop... Daar moeten we het misschien zo dadelijk nog over hebben. De manier waarop die psychoanalyse in al haar vormen binnensluipt. In allerhande opleidingen. En niet alleen in de... Vooral niet meer in de geneeskunde, maar in kunstopleidingen. In vrijwilligers die opgeleid worden om bij hulplijnen te helpen. En zo in de geestelijke gezondheidszorg. Langs de psychologenkant. Langs de kunstenaarskant. Zelfs jonge mensen die... een modeopleiding volgen in Antwerpen, die komen vroeg of laat een filosoof tegen die hun eigenlijk de psychoanalyse oplepelt. Waardoor, en dat doet mij denken aan het verhaal dat jij net vertelde, op een bepaald moment word ik opgebeld door een vriend van mij, die zijn zoon volgt die modeopleiding. En die zegt, Geert, kan je niet helpen, want onze Eduard, die moet hier een werkje maken over een tekst en hij weet echt niet wat hij ermee moet doen. Ik zeg, ja, stuur maar eens door. Dus ik ben dat te lezen. Echt een psychoanalytisch obscure constructie. Dus ik denk van, ja, hoe kan ik nu een jongen van 18, 19 gaan duidelijk maken wat hier allemaal fout aan is, zonder dat die gebuist wordt op zijn examen. Want dat is natuurlijk een volstrekt onbelangrijk vak, maar je moet er wel door zijn en hij is niet in de situatie om zo'n psychoanalyticus van weerwerk te voorzien natuurlijk. Hè. Hij wordt onmiddellijk onder tafel gepraat. Dus we hebben daar toen een oplossing voor gevonden, dat hij toch iets kon schrijven, zodanig dat hij zijn eigen, niet veel bloot gaf, maar dat hij toch commentaar gaf op wat er daar stond. Bij wijze van spreken dat echt redelijk onbegrijpelijk was. Maar zo zie je dat jonge mensen nog altijd, zonder dat ze weten waar ze mee geconfronteerd worden, ermee opgesolverd worden. En dat het dus voor een groot stuk mee blijft bepalen waarom zoveel mensen denken dat Freud of de psychoanalyse allemaal oké is. Ja, dus in die zin hebben wij nooit echt hevige cognitieve dissonantie ervaren, omdat inderdaad, de dissonantie is groter naarmate dat je van bij aanvang sterk overtuigd was en vooral wanneer je het publiek hebt uitgedragen. Maarten, er is hier een vraag. Ja. Ik zou er even willen op ingaan, omdat het interessant is waarom in Frankrijk nu net zoveel psychoanalytici nog blijven, hè, in de tijd. Heeft het ook niet te maken met hoe taal werkt in het Frans, helemaal anders is dan bijvoorbeeld... Het spel van taal, het is eigenlijk rationaliseren, raisonnable. Wat echt het spel is wat in de taal, in het Frans, heel anders gebeurt, ook gezien de hele manier waarop de taligheid daar ook maatschappelijk speelt. Want het is in die zin wel interessant om het fenomeen ook van vandaag toch te begrijpen. Hoe komt dat dat in Frankrijk daar een andere soort van attitude is blijven bestaan? Hè? Heeft het, want u bent dan natuurlijk Franstalig en dat is juist zo boeiend. Ik ben zelf ook vertaler vanuit het Frans naar het Nederlands. Ik heb er ook veel last van. Hè, om dan, bijvoorbeeld, ik heb een boek van 300 pagina's net vertaald over stilte. Hè. Kun je dus 300 pagina's overvullen in het Frans. Maar het is ook wel heel raisonnable hè, wat er staat. Maar het is niet omzetbaar zomaar in het Nederlands. Jacques, zal jou daar misschien eerst laten op antwoorden als... Omdat je, denk ik, de beste vergelijking kan maken tussen de verschillende talen. Ja, er zijn drie landen in de wereld waar de psychoanalyse nog veel succes heeft. Dat is Argentinië, Brazilië en Frankrijk. Ja. Waarom Frankrijk? Frankrijk was een van de laatste landen in Europa waar de psychoanalyse succes had. Hè? Als je Freud... leest zijn brieven, hij klaagt daarover. Hij zegt, ja, de Fransen, nu beginnen ze een beetje over mijn wetenschap te kijken, maar niet de geneesheer, alleen maar de artiesten.
Waarom heeft het dan zoveel succes? Ja, het heeft veel, veel te danken met Lacan. Ja, men kan zeggen, zoals u het zegt, het is ook een andere manier van denken. Ja? Dus de Fransen zijn misschien toch meer rationalisten en de Anglo-Saxen meer empiristen. Hè? Dus Descartes schrijft, ik denk, dus ik ben en zo. En in die tijd heb je Francis Bacon die zegt, je moet kijken naar de werkelijkheid en zo. Hè? Dus er is wel een verschil van mentaliteit misschien van één vork naar de rand. Maar het is vooral Lacan die de psychanalyse heeft zo ver gekregen. Waarom? Er is in feite die dat al vergemakkelijk heeft. Dat is dat alle Franse kinderen een les hebben in de wijsbegeerte, in de filosofie. En als je kijkt naar het programma van die les, hè, door de staat gedefinieerd. Dus punt 1, dat is het onbewuste, l'inconscient. Dus in een les filosofie moet men daarmee beginnen. Hè. Dat is een van de hoofdthema's van die lessen. En natuurlijk gaat men dan vertellen dat Freud het onbewuste heeft ontdekt en zo. Maar een feit dat dan nog veel meer gespeeld heeft, dat is dat Lacan zijn eigen school heeft opgezet. Dus in 1964. Dus vanaf de jaren, begin de jaren 50 deed Lacan alleen maar, praktisch alleen maar, leeranalyse. En hij voegde daar minder en minder tijd aan ieder analyse. Al in de jaren 50, wanneer je een leeranalyse deed bij Lacan, dan bleef je 5 minuten op zijn divan. En nadien zei hij, parfait, excellent, à demain. Par ici la monnaie. En dus de internationale, de Franse vereniging voor psychoanalyse en ook de internationale maakte een enquête, een onderzoek over die manier van werken. En Lacan moest terug zijn sessies leeranalyse van 45 minuten doen. Hè. Maar dat deed hij absoluut niet. En dus in 1963 besloot de internationale vereniging dat Lacan geen leeranalyse meer mocht doen, of in ieder geval dat die niet meer zou erkend zijn door de internationale vereniging en ook niet door de Franse vereniging. En 7 maanden later stichtte Lacan zijn eigen school, École Freudienne de Paris. Daar deed hij wat hij wilde. En vooral, hij zei dat je absoluut niet psycholoog, psychiater, dat allemaal had geen belang. Het enige dat belang had, dat was dat je een leeranalyse deed. En dat je de teksten las van Freud en van Lacan. En in enkele maanden of in enkele jaren waren er duizenden analytici in Frankrijk. En de analytici in Frankrijk zijn bijna alle Lacanianen. En ik heb persoonlijk iemand gekend, waarvan de broeder, dat was een schilder, hè? Een artiest, hè? Een schilder. En die ging bij Lacan in analyse omdat hij problemen had. En na enkele jaren was hij psychoanalyticus. Hij had geen psychologie bestudeerd, zelfs geen wijsbegeerte, want er zijn heel veel. De grote namen van het Lacanisme, Jacques-Alain Miller en dat allemaal, dat zijn filosofen. Maar het was een schilder, dus ik heb persoonlijk heel goed de zuster van die man gekend. De analytische van de internationale vereniging, dat zijn enkele honderden. En van de Lacanianen, dat zijn duizenden. Je hebt
in ieder dorp bijna heb je een Lacaniaan. Dus ja, het Lacanisme. En dan heb je ook Dolto, die een van de leerlingen was van Lacan, die op de radio ook raden gaf enzovoort. Dus, en ook de leerlingen van Lacan waren in de media, in de televisie enzovoort. En je hebt heel veel journalisten die op de divan komen. Hein? Bijvoorbeeld, hoe is het daar, le comique là? Non, le, celui qui est depuis 40 ans. Dus er is een van de beroemde... Lucchini. Ik weet niet of u Lucchini kent, hè? Een beroemde, enfin, in Frankrijk. Hij is heel trots te zeggen dat hij al 40 jaar in analyse is. Hè? 40 jaar. Hij is er trots op. Hè? Niemand zegt, ik ben trots, ik ben blij dat ik al 40 jaar bij een psychiater ben. Nee. Maar ik ben 40 jaar al in analyse, dat geeft een status. Was het niet Lacan die ooit zei dat de analyse pas ophoudt wanneer je beseft dat ze voor eeuwig kan duren? Dat Lacan ooit zei dat de analyse pas ophoudt op het moment dat je beseft dat ze voor eeuwig kan blijven duren. Zo'n typische Lacaniaanse paradox die dan heel diepzinnig is. Maar dat is, ik herinner mij, omdat dat een van de laatste immunisatiestrategieën is die ik besproken heb in mijn masterthesis destijds. En dat was er in het bijzonder één die echt uit de Lacaniaanse school kwam. Dus daar was het bijna, dus wat ik nu zeg, het klinkt een beetje paradoxaal, maar ze hebben daar een hele uitleg aan gegeven. Namelijk, Jacques kan dat beter uitleggen dan ik, het fundamentele tekort, wat is dat, le trou, le vide, wat is dat, het objet petit a, al die mysterieuze termen, is eigenlijk dus een soort van object van verlangen waar je als mens voor eeuwig, dat voor eeuwig onbereikbaar blijft. En dus het moment dat je beseft dat je dus nooit jezelf helemaal zal begrijpen, dat er altijd iets zal zijn dat aan die aandacht ontsnapt enzovoort, dat zou dan eigenlijk de bedoeling van de analyse zijn. Dus net inderdaad dat die analyse eeuwig kan blijven duren. En nu kom ik eigenlijk bij wat de psychoanalyse vandaag nog betekent. Dat concept van de fundamenteel tekort dook onlangs op in een interview in de in NRC Handelsblad, dus de Nederlandse krant, met Paul Verhagen, dus een Vlaamse psychoanalyticus, hier ook docent aan de Universiteit Gent, al is het nu denk ik, zijn nu denk ik op emeritaat. Inderdaad, want dat is de aanleiding voor het interview. Een journaliste van de Standaard, die misschien bij hem in analyse is geweest, weet ik veel. De geruchten doen de ronde dat er inderdaad journalisten zijn die daar in ieder geval kind aan huis zijn. Dus een journaliste van de Standaard heeft een interviewboek met hem geschreven. De titel is, geloof ik, Wat brengt u hier? Omdat dat eigenlijk de frase is die Paul Verhagen altijd in zijn therapie-sessies gebruikt, eigenlijk wat hij aan elke patiënt vraagt. En ze hebben dat ook als titel van het interview gebruikt, zegt hij, ja, we, of ik weet niet of hij dan de psychoanalytici bedoelt, we hebben een karikatuur gemaakt van het Oedipus-complex en de castratieangst enzovoort. Zegt hij, waar het eigenlijk om gaat, waar het altijd al om ging, is het fundamentele tekort van de mens. Dat is misschien dat de castratie dan een soort van symbolische castratie, iets dat je hebt, maar dat je kwijtspeelt, of dat je voor eeuwig naar verlangt. Penisnijd dan, in het geval van meisjes. En de link met theologie is al gevallen, denk ik. Ik weet niet of dat Geert of Jacques was die het vermeldde. Je hebt natuurlijk de analogie van de eeuwige exegese van teksten enzovoort en soort, een bewondering voor de grondleggers die dan heel diepzinnige teksten hebben geschreven. Maar je hebt ook ergens een analogie met die meer liberale vormen van theologie, waar men dan eigenlijk een beetje met terugwerkende kracht gaat herschrijven wat er ooit allemaal is gezegd en geschreven. Net zoals dat theologen dan bijvoorbeeld zeggen, ik had het in de pauze met Jacques daarover, ja, maar de tuin van Eden en de boom van de kennis van goed en kwaad en de ark van Noach, dat is nooit, we hebben dat nooit letterlijk bedoeld. Dat is nooit als een geschiedenis of zo bedoeld. Dat is altijd een soort van symbool geweest, iets metaforisch voor de zondigheid van de mensen, wat dan ook. En ik denk dat je daar bij de psychoanalyse ook iets heel gelijkaardigs ziet.
Namelijk, het is natuurlijk wel altijd letterlijk bedoeld. In het geval van religie, uiteraard. Hè, mensen hebben dat heel lang letterlijk geïnterpreteerd en ervan overtuigd geweest. En er zijn nog altijd mensen, creationisten, die geloven dat de wereld in 6 dagen geschapen is en dat die tuin ooit ergens echt moet bestaan hebben. En bij de psychoanalyse is het op dezelfde manier zo. Jacques heeft het al vermeld tijdens zijn lezing. Ja, als het Oedipuscomplex alleen maar zou inhouden dat de jongen huidt van zijn moeder en dat hij misschien wat minder affectief is ten opzichte van de vader, ja, daar zou niemand door geschokt zijn. Daar zou niet de hele ontstaansgeschiedenis van Freud draait erom dat Freud dingen heeft blootgelegd die de hele wereld eigenlijk moest verdringen omdat ze daar absoluut niet mee om kon. Dus ik denk, ik moet daar dan altijd bij denken. Als Paul Verhaag zoiets zegt, maar gelooft hij dan nu zelf dat Oedipuscomplex nooit meer is geweest? Het gaat dan zelfs niet eens meer over liefde, het gaat zelfs niet meer over de moeder. Het gaat bijna over iets metafysisch, het fundamentele tekort van de mens. Nou, okay, als dat het altijd geweest is, dan denk ik, waar was al die heisa dan voor bedoeld? Dus ik vraag me af wat jullie daarvan denken. Ook de vorm van psychoanalyse die vandaag nog bestaat, dat is eigenlijk een beetje steeds aan het verwateren, net zoals dat de religie steeds aan het verwateren is. Of zijn er ook echt nog diehards, Freudianen, Lacanianen, die echt nog zo de oorspronkelijke, de penisnijd in de letterlijke zin van het woord, de castratieangst als echte angst voor fysieke castratie? Ik weet niet wie daar eerst over wil inpikken, Geert. Ja, ik denk niet dat ze het... Het is iets wat we, de psychoanalyse, die bunkers ondertussen 10, 20 jaar meemaken, dat van zo gauw je ze op dat soort dingen aanpakt, vragen overstelt, dat ze er het zwijgen toe doen en onder het maaiveld blijven en nooit zich echt willen uitspreken. Ook Paul Verhaeghe en ondertussen zijn discipelen, die proberen zo min mogelijk het woord psychoanalyse te laten vallen in interviews. En ze komen zeker niet naar een debat zoals dit, waar ze mee aan tafel zouden komen zitten, want ze vermijden elke confrontatie. Met mensen die zeggen van, ja, maar wat bedoel je daar nu eigenlijk mee? Want dan worden ze gewoon gepakt op hun zwakke plekken. En die kennen ze ondertussen ook, dus ze zijn zeer retorisch. En ze proberen op allerlei strategische manieren aan die confrontatie onderuit te komen. Dus ze verstaan er zelfs in, Stijn Verheulen is de opvolger van Paul Verhaeghe, laten we maar zeggen, die schrijft dus ondertussen boekjes over waarom een psychose niet zo gek is, het verhaal achter hoop en herstel, heeft het bijna niet meer over psychoanalyse, citeert hier en daar nog wel Lacan, ik zal jullie dus eens een paar smakelijke citaten voorschotelen. Maar ze proberen het dus op zo'n manier te verkopen, dat ze niet meer opvallen als zijnde die rare Freudianen van vroeger. En daardoor worden ze eigenlijk nog gevaarlijker, lijkt mij. Want ze blijven ondertussen een soort van mensbeeld, mensvisie noemen ze het ook in dit boek, letterlijk, verkopen aan de mensen als zijnde het enige echte ware mensbeeld. En in dat mensbeeld zit die, hoe noemen ze het, levensleegte of zijnsgebrek. Namelijk, er is altijd ergens iets in jezelf waar je niet mee helemaal mee in te rijden bent of zo. Ik weet niet of dat ik mij moet voorstellen. Een soort van zwart gat binnenin onze psyche. Waar je kan ingesleurd worden en dan word je gek of zo. En dus je kan ook niet, je leidt aan het leven. Ja? Je kan niet leven zonder moeilijkheden of zo. Dat hoort er altijd bij. En daarom kan je natuurlijk altijd eeuwig in analyse blijven. De kassa blijft rinkelen, maar je moet ondertussen bezig blijven met dat gebrek binnen jezelf. En dat is een verkoopstuk, denk ik, zoals een andere. Mag ik daar even een vraag stellen? Heer, jij bent vertrouwd met de psychiatrie en mensen met mentale aandoeningen enzovoort. Hoe komt het, dat valt mij nu toch al enkele jaren op, dat het vooral psychoanalytici zijn binnen de gemeenschap van psychologen en psychiaters en psychotherapeuten, zijn vooral de psychoanalytici die grote vraagtekens plaatsen bij de euthanasiewet wat psychisch lijden betreft. Als je bijvoorbeeld opiniestukken ziet van mensen die daar vragen bij stellen, zie je van die vreemde coalities tussen conservatieve katholieken enerzijds en dan psychoanalytici, die nogthans over het algemeen maatschappelijk gezien enzovoort vrij progressieve mensen zijn. Maar daar vinden die elkaar, ze zijn dan misschien zelfs verbaasd om elkaar daar te vinden, maar toch, dat is wel opvallend. Dus wat is er in de psychoanalyse dat hen
daartoe brengt? Een hele goede vraag. Ik heb een boekje geschreven over euthanasie bij psychisch lijden. Dus ik ben ze tegengekomen. Maar sinds mijn boek uit is, komen ze nog meer in het verweer, lijkt mij. Wat mij opvalt, onlangs stond er is een boekje uit van een andere psychoanalyticus, die er heel trots op is dat hij lid is van de New Lacanian School, ook van Gent. En die heeft een boekje, een schotschrift eigenlijk, is het, tegen de euthanasie bij psychisch lijden geschreven, omdat hij vindt dat als we dat toelaten, dan houdt de psychiatrie op te bestaan. Een hele radicale redenering. En ik denk dat het... er stond onlangs een interview, een groot interview met hem in de KNAK. Je moet het proberen te analyseren. Je hebt exegese nodig om te snappen wat daar eigenlijk in staat. Hè. Maar ik denk dat het erop neerkomt dat door dat zijnsgebrek, waar ik het net over had, die levensleegte, dat gat in onze psyche, ja, dat je dus nooit echt beter kan worden. En dat zeggen tegen een patiënt van, ik snap het dat jij je uitbehandeld voelt en dat we er niks meer aan kunnen doen. Dan zouden zij hun eigen ideologie opgeven, bij wijze van spreken. Dan zouden ze toegeven dat er inderdaad soms mensen zijn die niet kunnen genezen worden. Zij zeggen dat niemand is te genezen. Dus als we daarmee beginnen, ja, dan moeten we ons daar allemaal niet meer mee bezighouden. En op die manier proberen ze die euthanasie te ondermijnen of tegen te houden. Of zo. En eigenlijk zeggen ze, want de interviewer zegt, vraagt dat geregeld, van ja, maar ontneem je dan niet de autonomie aan de patiënt? Want dan ga jij zeggen dat zij nog altijd moeten doorwerken, want dat gat zal ooit misschien nog opgelost raken. En dan kom je op dat paradoxale, dat het gat nooit op te lossen is. Dus je zegt tegen de patiënt, nee, je moet daarmee blijven leven, of zoiets. Ja, ik kan het niet zeggen zoals zij het zeggen, want dat is altijd veel beter geformuleerd. Obscuurder in ieder geval. Maar ik denk dat het daarmee te maken heeft. En dan inderdaad, dan vinden zij zichzelf... in een rare coalitie met katholieken en zo, die tegen euthanasie zijn, om te beginnen al, en zeker dan in de psychiatrie. Dat is het enige wat ik daar eigenlijk bij kan verzinnen, om te verklaren hoe het komt dat zij daar zo tegen zijn. Maar het is opvallend dat zij inderdaad daar heel erg tegen zijn. Zij gebruiken het ook in een discours waarin zij, gebruik ik al hun eigen woorden, in hun eigen vertoog, om zich af te zetten tegen de geestelijke gezondheidszorg zoals die nu is. Ja. En daar zijn een hele hoop dingen fout. De manier waarop het georganiseerd is, er worden te veel pillen voorgeschreven, het is slecht georganiseerd, mensen zitten op wachtlijsten, er gebeuren hallucinant verschrikkelijke dingen in de psychiatrie. Heel veel goeie, er is heel veel aan het veranderen. Vergeleken met 50 jaar geleden is niet meer herkenbaar. Maar zij stellen zich nu zo voor als de voorvechters van de nieuwe geestelijke gezondheidszorg. Zij doen nu alsof zij dat... Maar ze springen eigenlijk op een kar die al aan het lopen was. Ja. En dan zie je ook rare combinaties tussen een Jim van Os, een van de toppsychiaters in Nederland, medeoprichter van psychosenet.nl, die zegt van hele radicale dingen, van psychoses bestaan niet. Ja? Of schizofrenie bestaat niet, zo zegt hij. En ze hangen hun kar daaraan, dat zijn mensen die vanuit de psychiatrie kritiek hebben op het hele diagnosestelsel, de DSM-4, 5 enzovoort. En zij laten zich met hun wagontje meetrekken door heel die trein. En daarom heet dit boek ook een verhaal achter hoop en herstel. Want herstel, voor de mensen die het niet goed weten of nog niet zouden kennen, is een hele beweging binnen de geestelijke gezondheidszorg die ervan uitgaat dat iemand niet van zijn symptomen per se vanaf moet zijn, maar wel moet proberen zodanig geholpen te worden en ondersteund dat hij een betekenisvol leven kan leiden. Dat wil dus zeggen, je hoeft niet per se de dosering van geneesmiddelen zodanig op te schroeven tot als alle symptomen verdwenen zijn. Nee, zoek mee naar de behoeften van de patiënt en hoe we die kunnen invullen en hoe we die mensen kunnen ondersteunen. En dan kom je tot herstel, zodanig dat je niet alleen klinisch beter bent, maar ook sociaal en individueel beter kan functioneren. Dat is het idee achter herstel. En dat leeft ondertussen in de geestelijke gezondheidszorg. Maar zij doen dus nu alsof zij daar ook iets... dat zij bijna de uitvinders zijn daarvan. Ja. Ik zou daar nog één ding willen aan toevoegen. Wat mij daar wel aan irriteert, is dat zij vaak doen alsof zij diegene zijn binnen de psychologische hulpverlening die de patiënt niet opgeeft. En dat irriteert mij dus, alsof mensen die wel zouden meegaan in de vraag naar euthanasie, alsof die mensen dan wel opgeven. En ik kan me wel voorstellen dat voor sommige mensen nog klinkt alsof het nog waar is ook,
Maar ik vind dat daar iets heel ernstig fout aan is ook. Hè? Ja, snap wat ik bedoel. Ja, maar zij maken een stroop op van die gezondheidszorg, waar zij dan tegen reageren. En zij staan er. Ik vraag me soms af of zij ooit wel eens gepraat hebben met iemand die 20 jaar lang zwaar depressief of psychotisch geweest is. En die echt alles al gehad heeft in de gezondheidszorg. En wat zij daar dan mee zouden doen. Ik vind het soms verbijsterend hoe ze daar heel luchtig overheen gaan. Dus dat is. Ik kan jou helemaal volgen. Dat is een. Ik vind het soms gruwelijk op de manier waarop zij over andere mensen met psychische problemen durven. Of kunnen praten. Ja. Andere mensen het ook laten. Ja, misschien vrij kort. Dat was een andere grap die mij te binnen schoot. Ik weet ook de herkomst niet van. Iemand die een volwassen man die last heeft van bedplassen. En die daarvoor in analyse gaat. 20 jaar lang. En dus na 20 jaar komt hij een vriend van hem tegen. En die vraagt, hoe gaat het met u? Alles goed? Ja, ça va, ça va. En die analyse heeft dat wel opgeleverd. Ja, zeer goede resultaten. Dus je plast niet meer in je bed. Ja, ik heb mij verzoend met mijn symptoom. En dat is het inderdaad. Dat dus, zoals dat Geert zegt, als je ervan uitgaat dat lijden bij het leven hoort, dat de condition humaine is, enzovoort, net zoals dat Freud ervan uitging dat iedereen een Oedipuscomplex heeft, iedereen is seksueel pervers, enzovoort, dan zie je ook niet meer de onderscheiden tussen verschillende mensen. Dan zie je ook niet meer dat sommige mensen echt uitzichtloos lijden en dat niet zomaar een symptoom is dat bij het leven hoort. Dus ik denk dat inderdaad de belangrijkste verklaring is waarom die mensen zich verzetten tegen euthanasie voor psychisch lijden. Ik denk meer in het algemeen ook, ze verzetten zich tegen elke vorm van biologische psychiatrie of biologische psychologie. Veel psychoanalytici zijn er bijvoorbeeld ook van overtuigd dat het niet alleen nutteloos is, maar zelfs schadelijk kan zijn om geneesmiddelen te nemen, dus psychofarmaca, om symptomen te bestrijden, omdat binnen hun eigen ideologie is een symptoom zinvol. Een symptoom is een soort van verknoping in de menselijke geest, een manier om te gaan met een onderliggend syndroom. Denk aan het stoomketelmodel van Freud. Er zit druk op de ketel en ergens vindt die stoom een uitlaatklep, een ventiel. En als je dat ventiel gaat dichtklappen, gewoon artificieel, gaat blokkeren of zo, dan komt er nog meer druk op de ketel te staan en dan kan het zijn dat mensen andere symptomen gaan ontwikkelen. Dus vandaar die grap over het bedplassen is voor een stuk ook een goede manier om het psychoanalytische punt te maken dat symptomen volgens Freudianen, volgens Lacanianen zelf zinvol zijn. Dus ik denk merkwaardige alliantie inderdaad tussen die conservatieve mensen en die psychoanalytici. Maar het is de zoveelste illustratie van dat ideeën, overtuigingen echt consequenties hebben. Dus als je echt overtuigd bent van onzin die misschien op het eerste zicht onschadelijk lijkt, er is ook iets triviaals aan het idee van we zullen nooit volledig voldaan. Nee, natuurlijk niet. Je verlangt altijd naar meer. Je bent nooit in een ultieme staat van geluk of zo. Dus in die zin, voor een stuk is dat een triviaal inzicht. Maar als je dat dan gaat doordenken, dan kom je inderdaad tot vreselijke toestanden, waarbij zij gaan zeggen, het moment dat je zou een wens van iemand inwilligen om uit het leven te stappen, dat zou dan eigenlijk een manier zijn om die patiënt op te geven. En die patiënt moet zich eigenlijk verzoenen met zijn lijden, want wij lijden allemaal. En Lacan heeft gezegd dat er nu eenmaal bij hoort. Zo, dat soort zaken. Dus onschuldig lijkende illusies, die kunnen toch ook gevaarlijke consequenties hebben. Misschien, ik weet niet of Jacques daar nog... Je zegt daar iets over dat psychoanalytici heel vaak afgeven tegen de rest van de psychiatrie of de geestelijke gezondheidszorg als zijnde de biologische psychiatrie. En dat is een heel typisch retorisch trucje om de tegenstander af te schilderen als iets wat niet is. De biologische psychiatrie is een soort van stroopop die ze ervan gemaakt hebben, terwijl de geestelijke gezondheidszorg ondertussen veel meer is dan alleen maar pillen geven. Echt heel veel, veel meer. En zij doen nu alsof ze dat bestrijden, terwijl ze, het is een soort van Don Quixote die aan het vechten zijn tegen een soort van spook wat ze zelf creëren. Ja. En dan nog één klein dingetje, dat opgeven van die patiënt, gaan we dat dan ook zeggen tegen alle oncologen of tegen alle neurologen en weet ik veel, die mensen zien die terminaal zijn en waar we dan uiteindelijk van zeggen van,
Oké, en dan is de discussie natuurlijk, wat is terminaal en kan dat in de geestelijke gezondheidszorg ook? Maar op dezelfde manier, als je daar met mensen gesprekken voert over, heeft het leven nog zin op deze manier? En wat kunnen we daar nog aan doen? En hoe kunnen we dat zelf nog tot het laatste moment zo zinvol mogelijk maken? Dan ben je over de dood en het leven en euthanasie aan het praten. En dat is in de geestelijke gezondheidszorg net zo belangrijk, lijkt mij. Er is hier een vraag. Tenzij dat je daar nog iets wou over zeggen, Jacques, anders, over dat punt, anders kunnen we naar de volgende vraag. Ja, twee, drie opmerkingen. Eén vlug. Dat debat over euthanasie heb ik nooit over gehoord bij de Franstaligen. Men ziet hoe Belgen gebarst is. Huh? Ja, het is de eerste keer dat ik daarover hoor spreken. Is dat van Ariane Bazin bijvoorbeeld? Die, was hij zelf een Franstalige? Ja, die is een tijdje in de ULB gekomen, in Brussel. Nu is ze in Frankrijk. Ja. Dus, maar ik geloof dat die Ariane Bazin, waarmee ik enkele keer geduelleerd heb, ze was een zeer aangename vrouw. Huh? Ja. Na de discussie die nogal hevig was, zijn wij getweend een glasje gaan drinken. Dat was zeer vriendelijk. Enfin. maar ja, ik geloof niet dat zij heel veel roem had bij de Franstaligen. Ik heb praktisch nooit over haar horen spreken. Freud heeft toch euthanasie gevraagd, hè? Dat groot voorbeeld. Hij leed zo hard aan zijn mondkanker. Een woord nog over Lacan. Als je de schrift van Lacan leest, hij spreekt praktisch nooit van techniek, van patiënten, van eigen patiënten. Wat hij doet, dat is altijd over filosofie, over Hegel, over Heidegger enzovoort. En hij heeft een monstrueuze eruditie. Ongelooflijk. Hè? Hij citeert auteurs die niemand kent enzovoort. Maar wat hij vertelt, help je absoluut niet als je een klinicus bent. Het is allemaal filosofie, enfin, in de slechte zin van de... Pseudofilosofie. En nog twee kleine opmerkingen. Het woord castratie bijvoorbeeld. Er is een van de leerlingen van Freud, Wittels, die al in de jaren 20 klaagt omdat de mensen dat woord voor alles gebruiken. Castratie. En een voorbeeld die ik me altijd herinner. Ik had een vriendin die... Een gewone vriendin, hè? Die bij ons gekomen was, bij mijn vrouw en ik, in het weekend. En toen ik ze terugvoerde met mijn wagen naar het station, dat zij terug naar Parijs ging, op een moment dus dat ze wegging, gaf ze een kus en ze zei: Jacques, c'est le moment de la castration. Ik voelde het niet letterlijk. Een laatste opmerking voor de journalisten. Toen ik nog in opleiding was, begreep ik dat als je met iemand heel vriendelijk moet zijn, dan is het met een journalist. En Lacan heeft een vrij voorbeeld gegeven. Er was een grote Franse journalist. Dat was de naam zal me wel terugvragen. François Giroud, die L'Express, die redacteur met een ander, die hoofdredacteur was van L'Express, een van de voornaamste tijdschriften in Frankrijk. En wanneer ze depressief was, ze was in het zuiden van Frankrijk. Is Lacan met zijn eigen sportwagen haar gaan halen in Zuid-Frankrijk om ze terug naar Parijs te brengen en ze op zijn divan te leggen. Zij schreef een boekje over haar analyse waarin ze schrijft:
Ik heb altijd minstens 30 minuten gekregen in mijn sessies. Dus en ik zelf, zelfs als gedragstherapeut, wanneer een journalist mij kwam interviewen, had ik altijd tijd genoeg. Hè? En het goed tapijt. Want ja, het is zo natuurlijk. Het is dankzij de media's dat de gedachten kunnen verspreiden. Hè? Ja. Vestinger kwam te sprake. Je begrijpt dat een aantal verdedigingen die psychoanalytici zelf voor hun vakgebied opnemen, kadert in een soort van het reduceren van die cognitieve dissonantie. Dus daar kan je wel begrip voor hebben. Wat ik merkwaardig vind, ik studeerde moraalwetenschap in de jaren 90 in Gent. Ik kreeg toen les van Julien Kwakelbeen, Télévision. Een oude vriendin van jou in 2004. Dus dat zelfs aan een wetenschappelijke universitaire instelling, tot op vandaag schijnbaar, gelet op het feit dat Paul Verhagen een opvolger heeft gekend, dat er toch nog altijd ruimte is voor dat soort van wetenschappelijke onzin, die wel degelijk gevolgen kan hebben. Denk aan het hele euthanasie-debat. Dus het is niet vrijblijvend en toch wordt het op een of andere manier toch gelegitimeerd binnen een wetenschappelijk instituut. Ik vind dat zelf bijzonder merkwaardig enerzijds en anderzijds ook problematisch. En ik vroeg me ook af of dat in de Franstalige wereld, de UCL bijvoorbeeld, of dat daar anders is of net niet. Hè? Want u gaf aan, in Frankrijk is er nog een groot draagvlak voor psychoanalyse, maar misschien in Franstalig België is dat anders. Dat weet ik dus niet. Hè? Dus dat zijn mijn twee vragen voor het panel. Ja, de benoemingen op de universiteit, dat hangt af van de commissie. Commissies. En natuurlijk gaat het dikwijls in dezelfde trend door. Hè? Dus als men iemand moet kiezen voor klinische psychologie, ja, diegenen die gaan beslissen wie men gaat kiezen, dat zijn analytici. En dus ze kiezen. Hè? Ja, of ze nemen een gedragstherapeut. Ik ga niet zeggen in welke universiteit, maar in een Franstalige universiteit, waar een collega mij vertelde, ja, ze hebben een gedragstherapeut aangenomen. Hè? Maar in de curricula, hè, in de hebben ze wel de slechtste genomen, hè? Zodat de gedragstherapie toch geen goed beeld zou krijgen. Hè? Dus waarom blijven de mensen zo geloven? Ik heb dikwijls studenten, zijn dikwijls studenten die mij gevraagd hebben, maar hoe kun je dan verklaren dat er zoveel mensen nog aan psychanalyse geloven? Ik kan het worden, hoe kun jij verklaren dat er toch 1 miljard mensen denken aan Mahomet en 1 miljard aan de katholieke godsdienst en 100.000 nog aan heel andere godsdiensten. Dat allemaal kan lang duren. Homeopathie, dat duurt al 300 jaar enzovoort. Dus het is niet bewonderlijk dat pseudotheorieën en dat andere ideologieën voortgaan. De mensen die kritisch nadenken, dat is een ik zei dat altijd tegen de studenten, ja, diegenen die oprecht rationalisten zijn, dat is een kleine elite, waarvan ik deel. Maar ja, dat is. Ik zou verwachten dat aan een universitaire instelling, aan een universiteit, ja, dat ja, die kleine groep van rationalisten, materialisten eventueel, dat die veel groter is. En dat die dus, ja, dat psychoanalytici het veel uitgerekend in dat milieu veel moeilijker hebben om bestaansrecht te krijgen. Ja, ja. Ja, in het geval van UCL, die ik goed ken, ik heb er 40 jaar gedoseerd en eerste student geweest.
Daar heeft een hele tijd de psychanalyse alles in handen gehad. En dan is dat veel veranderd door één reglement dat om prof te worden moest je ook publicaties hebben op een zeker niveau. Ja, en de analytici die doen alleen maar teksten, commentaar en die publiceren niet in hogere tijdschriften. Maar ja, de rector en de autoriteiten die keken dan naar publicaties en waren dan min of meer assistenten, een jongen die gepubliceerd hadden in Amerika. En die kregen dan, wanneer ze een doctoraat hadden, met die publicaties, kregen die dan leerstoelen. En zo is nu de zaak is helemaal omgedraaid. Voor de klinische psychologie in Louvain-la-Neuve is het vooral gedragstherapie geworden. Maar de psychiatrie blijft nog zeer analytisch. En dat hangt af van diegenen die daar mensen geplaatst hebben. Léon Cassiers, die hoofd was, die zei, zolang ik leef, komt er geen gedragstherapie in psychiatrie. Het zijn allemaal vrijdenkers. Nee, dat niet. Hij zei, la thérapie comportementale, c'est le positivisme. En nous, nous sommes les humanistes. Wij zijn de humanisten en gedragstherapie. Want ja, nog één woordje over die valse dichotomie, of alternatief, dat analytici dikwijls vertellen. Je hebt de biologische psychiatrie of wij. Maar ja, de gedragstherapie, en er zijn nog andere vormen van psychotherapie, van geestesgezondheid, die niet biologische psychiatrie zijn. Hè? Maar ze spelen in Frankrijk ook. Hè? Dus ik herinner nog een artikel in Le Monde, in de grote tijdschrift in Parijs, over een boek die Freud bekritiseerde. En dus de journalist schreef op het einde, ja, als je dat moet geloven, die kritieken op Freud, dan heb je alleen nog maar de medicijnen. Hè? Il n'y a plus que les médicaments, alors. Om nog terug te komen op die vraag van daarnet. Johan en Maarten hebben dat in hun boeken ook al uitgebreid beschreven, denk ik. De psychoanalyse is bij uitstek iets heel intellectueels, waar je een heel mooi verhaal kan bij vertellen. Ja. En bij uitstek mensen die slim zijn, intelligent zijn, die veel weten, die laten zich gemakkelijk verleiden door zo'n verhaal, omdat dat toevoegt aan hun, ja, aan hun eloquentie en hun... Niet te onderschatten, de psychoanalyse kan alles uitleggen. Ja? Dus je krijgt een instrument in handen waarmee je alles kan uitleggen, waar je dus overal mee kan komen en waar je iedereen mee kan onder tafel praten. Ja? En dat is heel verleidelijk voor intellectuelen soms, die niet geleerd hebben om kritisch na te denken. En dan krijg je dit soort effecten. Ik denk bovendien dat het ook nog eens ideologisch beladen is. Namelijk dat die intellectuelen aan de juiste kant van het politieke spectrum staan. Namelijk het zijn humanisten dat dan tegenover positivisten wordt geplaatst. Ik denk dat dat ook zeker meespeelt. Er werd verwezen naar Hegel. Ik had les van Jaap Kruijt over het marxisme enzovoort. Het was één pot nat vaak en er was een zekere morele geloofwaardigheid ook mee gemoeid. Ja, over vermenging met politiek, moraal De laatste keer dat Slavoj Žižek een soort van Lacan in het kwadraat nog passeerde in België, dan gaf hij voor een volle bozaar een lezing. En onze collega Philippe Bukens, die heeft toen samen met mij een stuk geschreven in de Standaard, waar wij verwittigden voor de charlatan Žižek. Je wil niet weten hoeveel... toen bestond het woord bagger nog niet, maar hoeveel bagger we toen over ons heen hebben gekregen, was onvoorstelbaar. Allemaal mensen die zeiden van, ja, maar we hadden toen ook Hegel vernoemd, vandaar dat ik eraan denk, als zijnde een soort van obscure filosoof. We hadden zelfs het woord pseudofilosofie gebruikt, denk ik. Het kot was te klein.
En ik kreeg commentaren van mensen waar ik van dacht dat die goed bevriend waren. En die zeiden van, dat kan je toch niet maken om Lacan en Hegel en zo allemaal maar af te schrijven. Ik heb zoveel jaren gestudeerd op de cahiers van Lacan. En nu ga jij zeggen dat dat allemaal onzin is. Dat kan toch niet? En dat was een gevierde romanschrijver, een groot filosoof volgens sommigen. En die op die manier reageerde. Dus het zit overal, in elk hoekje. En dan komt het er ook uit als je er een beetje hard op slaat. Ik zou zo stil willen afronden, behalve dat er ongetwijfeld nog wel enkele vragen zijn. Maar we moeten de klok een beetje in de gaten houden, zoals ik u al gezegd heb. Wij moeten zelf nog weg. Dus, maar... Doe maar. Ja. Professioneel gezien kom ik de psychoanalyse vooral in Human Resources tegen. Ja. Dan eigenlijk vooral Jung. Is er eigenlijk iets dat daar ook nog waarde is, dat wat Jung heeft gemaakt? Of is eigenlijk alles rond persona of archetypes eigenlijk... We hebben hier nog een specialist, Patrick Vermeeren, die daar nu helemaal achteraan staat. Patrick, anders moet je je er ook maar eens mee komen bemoeien, maar misschien is er iemand die al iets wil zeggen. Ja. Ik denk dat ik niet meer weet dan, wat zeker niet, dat Patrick en jij daarover weet. Jung is een interessante figuur. Ik heb die altijd, achteraf bekeken, ben ik erover beginnen lezen, interessanter gevonden dan Freud, eerlijk gezegd. En dat was ook veel meer een klinicus dan Freud. Daarom kreeg hij ook met Freud zoveel aan bras natuurlijk. Omdat hij... Maar zijn hypothese over die archetypes is natuurlijk gigantische flauwekul. En hij heeft een heleboel mensen in de HR beïnvloed. Rechtstreeks en onrechtstreeks blijft dat dus maar doorleven. En denken mensen dat dat inderdaad iets zegt over hoe wij echt in elkaar zitten. En dat is natuurlijk heel kwalijk. Maar dat is niet de enige die in Hagers natuurlijk voor een hoop onzin zorgt. Hè? Daar moeten we inderdaad... Lees de boeken van Patrick. Ja, en dan, ja. Wil jij daar iets aan toevoegen, Patrick? Wat het probleem is, wanneer start je, wanneer eindigt, ga je daar beginnen over te vertellen. Maar ik vind dat... Als je nu... Als ik gewoon naar de kern kijk van de theorie, dan is het bizar dat mensen... Ik ben altijd verbaasd dat mensen niet naar de kern kijken. Met disco ook, als je ziet wat voor onzin dat is, dat gaat over seksualiteit en over boven en onder in bed liggen en dergelijke meer. En bij Jung ook hebt u toch die drie dingen. Er zijn archetypes in een parallel universum waar dat je door paranormale processen toegang toe hebt. En toeval bestaat niet, alles is synchroon, er is synchroniciteit. Als je alleen al die vier theoretische basisuitgangspunten neemt, dan ben je toch verbaasd dat mensen dat kunnen geloven. Hè? En dan nog een keer die toepassing ervan, een van de populairste is MBTI. Die wijken er dan ook nog een keer vanaf, van zijn theorie. En ook empirisch. En nog naar de opbouw van de vragenlijsten. Dat is niet één probleem. De theorie is een probleem, de empirie is een probleem, de vragenlijst is een probleem. En dan denk ik dat... ik heb een boek gelezen langs van Rolf Zwaan, een cognitieve psycholoog die onderzoek doet naar de verhalen die mensen vertellen. En ik denk dat het inderdaad zo is, net zoals bij psychoanalyse, die mannen hebben een fantastisch verhaal. Het geeft mensen het idee dat ze het kunnen verklaren, maar ook dat ze een beetje controle krijgen over hun leven. Hè? Want een verhaal is gemakkelijker te begrijpen dan... dat je door genetische combinaties kan problemen krijgen. Laat staan dat je moet uitleggen dat toeval echt bestaat. Want dat is natuurlijk van een van de ergste erfenissen van Jung, is dat toeval niet bestaat of zou bestaan. En dan krijg je natuurlijk mensen die overal gaan betekenis achterzoeken die er niet zijn. En dan kom je weer op het gebied van kritisch denken, waar je ziet dat mensen patronen zoeken en vinden natuurlijk ook waar ze niet zijn. Joris heeft nog een vraag, misschien een van de laatste. Wat ik wel leuk vind is, we weten wat we niet moeten onthouden. Wat zouden we mogen of best wel onthouden als we dan toch nog bij mensen komen, die bijvoorbeeld met Freud of Jung of wie het ook mogen wezen, die in een analytische school zitten of wat dan ook. Kunnen we iets meenemen wat we zeggen, daar kunnen we nog wat mee, want daar kun je een waarderend woord over zeggen, maar tegelijkertijd kan je ook wel argumenten hebben dan... Die hebben we al gehoord, waar we het eigenlijk niet deugt. Maar het is wel belangrijk, denk ik. Zeker in een publiek discours, waar je ook vaak een publieke opinie hebt met dan grote groepen en lastige tegenstanders enzovoort. Als het aan de tafel is en er staat lekker eten op tafel en goede wijn, laat dan je avond niet verknoeien en begin vragen te stellen. Ja.
als ze weten dat je van Skip bent of zo, dan krijg je denk, oh, ben jij van Skip? Oeh, dan zal je wel tegen zijn. En dan begin je gewoon vragen. En je laat hen zichzelf een beetje in de modder vastrijden, zonder dat je dat benoemt. Maar je blijft heel vriendelijk en dat is het beste dat je kan doen. Als het publiek is, dan kom je ze dus niet tegen, zoals ik al zei. Dan komen ze nooit mee hier aan die tafeltje zitten. Dus daar moet je geen schrik van hebben. En voor de rest zijn natuurlijk dezelfde trucs die je moet gebruiken, of trucs, of strategieën, die je zou gebruiken als je met mensen die in homeopathie geloven, of die antivax zijn, of die al dat soort van dingen, het vergt enige oefening om met die mensen door dezelfde deur te blijven kunnen. Ja, ik ga heel even een bedenking maken ook. Ik vind dat daar soms wel iets een cynisch kantje aan hangt. Omdat, kijk, ik ken wel mensen die in psychoanalyse niet echt geloven, als ik het zo mag zeggen. Ze kennen de kritieken en ze zijn het met de kritieken eens. Maar het is een manier van werken voor hen. He, bijvoorbeeld, je kunt daarmee kunst analyseren, een film analyseren enzovoort. Je kunt je studenten bijvoorbeeld opdrachten geven om een roman vanuit psychoanalyse oogpunt te analyseren. Maar ze staan er zelf eigenlijk niet echt achter. Zoals een arts die helemaal niet in homeopathie gelooft, maar die dat toch voorschrijft. Apothekers verkopen dat en zo. En soms met een excuus, zoals ja, ze nemen dan tenminste geen antibiotica of zo, want dat heeft alleen maar neveneffecten. Ik vind dat daar een cynisch kantje aan hangt. Dat is misschien niet uw punt, Joris, maar ik wou het gewoon even eraan toevoegen. Ja, ik vind het wel een goede vraag, omdat je inderdaad, om een beetje krediet op te bouwen bij sommige mensen die misschien geen uitgesproken mening hebben over de psychoanalyse, kan het altijd goed uitkomen als je dan toch iets positiefs kan zeggen ofzo. En wat ik zelf wel vaak doe, als het over Freud gaat, en daar maak ik wel een heel duidelijk onderscheid met Lacan, Freud kon schrijven, dat is alleen iets. Hij was inderdaad ja, erudiet enzovoort, hij was intelligent, dat staat buiten kijf. Maar hij heeft ook een aantal zaken geschreven, vooral dan eigenlijk losse teksten die een beetje losstaan van zijn psychoanalytische oeuvre, waar hij ook zelf toegeeft van, ik ga nu even de doctrine achterwege laten, maar gewoon een aantal beschouwingen over de maatschappij. Bijvoorbeeld zijn essay over de toekomst van een illusie, het omhagen van een cultuur. Daar staan op zich wel interessante dingen in, bijvoorbeeld over de teleurgang van religie. Freud was inderdaad, maar ja, het was een soort van positivist, maar tegelijkertijd ook een iemand die natuurlijk oude mythes en irrationalisme heeft terug tot leven gewekt. Maar zijn retoriek was veel meer dan vandaag. De retoriek van het positivisme, van de voortgang van wetenschappen die uiteindelijk komaf zal maken met allerlei vormen van religie en irrationalisme. Dus ik heb bijvoorbeeld in mijn boek over illusies voor gevorderden, heb ik Freud zelfs geciteerd, in een positieve context zelfs. Maar op zich, het is wel niet toevallig dat de teksten zijn waar hij eigenlijk nauwelijks iets psychoanalytisch zegt. Het gaat niet over het onbewuste, het gaat niet over het Oedipuscomplex enzovoort. Maar wat hij dan wel merkt, dat op zich iemand was die, als hij niet volledig op een dwaalspoor was terechtgekomen en in de verleiding is gekomen om ook fraude te plegen en om te gaan liegen en om zichzelf steeds verder in te graven, kon dat best wel iemand zijn die interessante dingen had verteld. Over Lacan, spijtig genoeg, kan ik echt, ik moet heel hard zoeken of zo, maar met de beste wil van de wereld kan ik daar absoluut niks. Maar ik gebruik Lacan soms een beetje als om het contrast met Freud wat beter in de verf te zetten. Dan, ik zeg dan vaak via Lacan dan toch misschien iets positiefs over Freud. Namelijk, Freud kon wel helder schrijven en fraaie zinnen ook. Lacan was gewoon echt pure charlatan die alleen maar, ja, die zich moest obscurantistisch uitdrukken omdat hij helemaal niks te zeggen had. Willen we het laatste woord aan Jacques? Ja dus over het boekje. Soms, wanneer men vraagt, is er dan toch nog een boek te lezen van Freud? Ja, dan zeg ik, ja, Die Zukunft einer Illusion. Ja. Het boek over godsdienst. Maar ik voeg er dan aan bij, lees goed wat Freud zegt. Hij zegt, ik heb niet veel meer te zeggen dan mijn grote voorgangers. Het is geciteerd in het Vlaams boekje. En Freud had Nietzsche gelezen, hij had een hele, de andere die over christianisme, Feuerbach enzovoort.
die dat allemaal had hij gelezen. En de ideeën die in zijn boekje komen, die zijn niet nieuw. Hij zegt het zelf. Huh? Hoewel hij toch zijn Oedipuscomplex daar in dat boekje komt toch terug. Ja. Hij zegt, ja, het is, we hebben een vader nodig en ook de moeder enzovoort. Dus, voilà. Maar ja, ik geloof dat de mens, vanaf hij klein is, heeft het absoluut nodig om te geloven, om in leven te blijven. Als je niet gelooft in wat je ouders vertellen, ja, dat is zeer gevaarlijk. Hè? Als je zegt, ik ga mijn eigen ondervinding maken wanneer ik een slang zie of die zijn er wat. Dus ik geloof dat wij, de bioloog zal wel d'accord zijn, hè? Dat wij dus geneigd zijn om te geloven en dat het niet gemakkelijk is om dus kritisch na te denken. Het is niet een spontane. Het is niet een spontaan. Ja, nu wel zijn er de complotisten die spontaan tegen het officiële discours zijn. Maar anders, ja, wij geloven toch heel gemakkelijk. Als ik denk over mijn eigen jaren, tot 35 jaar heb ik helemaal geloven in het katholicisme enzovoort. Dat allemaal. Dat vraagt veel tijd om daarvan af te komen. Goed, ik denk dat we hier kunnen afronden. Bedankt voor de uitnodiging en voor ook de aandacht. Dank aan ons panel, Geert Magiels, Maarten Boudry en uiteraard Jacques Carillon. Dank je wel.